En daar is hij dan, de nieuwe stier die de komende jaren voor nageslacht moet gaan zorgen. En hij kwam tot groot geluk van de stichting Wiesent op de Veluwe niet alleen, want ook werd er een eenjarige koe losgelaten. Ja, we zijn uitermate blij dat we weer een beetje op aantal zijn. Nadat vorig jaar de stier is overleden, hebben we een poosje gewacht voor de vervanging daarvan. Nou, dat is nu gelukt. Een kudde van 5 vormen de Wiesenten nu. In een gebied van 40 hectare lopen de dieren momenteel rond om aan elkaar te wennen voor ze helemaal losgelaten worden op de ruim 400 hectare bos, hei en oude landbouwgronden. Ze worden intensief gemonitord. Iedere dag is een vrijwilliger bezig kijken om ze te beoordelen. Het gedrag lijkt iets anders te zijn dan het was. In het begin leken ze wat onrustig te zijn en toch wat alerter naar de mensen toe. En vandaag lijken ze zelfs wat nieuwsgierig te zijn. Want zo dichtbij zult u ze niet snel zien tijdens een van de wildexcursies die er 3 keer in de week in het gebied worden georganiseerd. Zie je. Oh, dit is wel heel bijzonder. Wiesenten zijn anders dan bijvoorbeeld Schotse hooglanders en geen runderen. Het is echt wild. Vanaf augustus begint de bronsttijd voor de bisons. Het is afwachten of de nieuwe stier de 2 volwassen koeien in de kudde zal bevruchten. De jonge stier die gekomen is 2 jaar. In de natuur wordt gezegd dat ze vanaf 4 jaar vruchtbaar zijn en dus deelnemen aan het voortplantingsproces. Wat hier gaat gebeuren weten we natuurlijk niet. Ik heb een beetje hoop dat de stier, omdat hij met zijn 2 jaar de oudste stier is van de kudde. En bovendien, het is een groot dier, dat hij toch dit jaar wat gaat presteren. Dat weten we 9 maanden later als er wel of geen kalfjes worden geboren.